Beste minister-president Mark Rutte, ik train 17 uur per week in de turnzaal. Misschien kunt u wel begrijpen dat dit een deel van mijn leven is. Niet alleen ik baal dat de sporthallen dicht zitten, maar nog vele andere kinderen. Tja, Lynn traint sinds de lockdown thuis, midden in de woonkamer en soms zelfs in de keuken, terwijl haar broer aan school werkt. Oh, nou. Heel veel topsporters van mijn leeftijd kunnen nu niet goed trainen. Lynn schreef de brief omdat ze niet helemaal snapt waarom zij niet in de turnhal mag sporten. Volgens mij was het juist zo dat de jongere kinderen juist niet besmettelijk waren. En de ouderen wel besmettelijk. En ik train maar echt met een paar meisjes. Dus ik weet eigenlijk niet waarom. Dat vind ik wel een beetje jammer. Om antwoord op haar vragen te krijgen, hebben we een videogesprek geregeld. Niet met de premier, maar met de minister voor sport, Tamara van Ark. Niet normaal. Hallo! Hoi! Waarom mogen de turnscholen niet open voor topsporters onder de 12 jaar? Het probleem wat we hebben is dat het met corona zo lastig is om dingen mogelijk te maken, omdat dan toch mensen elkaar ontmoeten. En tegelijkertijd proberen we natuurlijk ook zo snel mogelijk alles weer mogelijk te maken. Bij de basisscholen, waarom mag je dan wel sporten gewoon in een hal met school, maar dan niet normaal sporten? Het voelt een beetje oneerlijk dat het wel mag in de klas, maar niet in de gymzaal. En dat is ook het moeilijke, zal ik je zeggen, van het nemen van dit soort besluiten, dat het altijd een beetje oneerlijk voelt. Maar we doen dit om zo snel mogelijk alles weer te kunnen doen. Niks aan te doen dus. Lynn moet voorlopig thuis blijven trainen. Nou. Met alle gevaren van dien. Ik durf wel minder thuis, want het is gewoon wat minder veilig en zo. Dat vind ik gewoon lastiger. Zo heb ik minder motivatie. En zo gaat het gewoon ook minder goed. Toch hoopt Lynn dat haar brief helpt om snel weer gewoon in de turnhal te kunnen trainen. Het is gewoon gezonder voor je. Je verveelt je minder snel. En je moet ook oefenen voor iets. En nu kan je gewoon voor niks iets doen. Maar dat vind ik wel echt heel stom.